hebben hier een project en daarvoor kan ik u wijzen als u wilt. Dat moest u maar doen, denk ik. Ja, ja. En dat heet bewegen op recept. Oké, okay. Ja. Fijn, dankjewel. Een praktijkondersteuner is iemand die de huisarts ondersteunt. En heeft twee doelen. Het is ten eerste, het is voor chronische zieken. Daar gaat het eigenlijk om. Chronische zieken, dat zijn patiënten met diabetes, dat zijn patiënten met longlijden en dat zijn patiënten met hart- en vaatziekten. Het is de bedoeling dat wij die zien in consult. De huisarts is de bedoeling dat hij meer tijd overhoudt. Het andere stukje is de kwaliteit van zorg. Ik heb het idee dat de patiënten die krijgen meer aandacht, wij hebben meer tijd voor de patiënt. Dat is wel wat eigenlijk het allerbelangrijkste is voor de kwaliteit van zorg. Bij een patiënt die bij mij op spreekuur komt, dan zal ik eerst gaan vragen waar dat hij voor komt natuurlijk. Over het algemeen is het wel dat de meeste mensen hebben toch wel een overgewicht en ja, daar wil ik eigenlijk wel mee aan de slag. Ik heb ook laboratoriumuitslagen heb ik inmiddels binnengekregen. Ja, dan zie je ook wel aan dat het toch wel handig zou zijn als de meeste mensen toch wel een beetje zouden afvallen. Want dan merk je gewoon dat de suiker beter is ingesteld en dat de cholesterol wat omlaag gaat. Dus we proberen ze wel een beetje aan het bewegen te krijgen. Ik kan dat niet alleen, ik kan ze wel motiveren, maar ze krijgen hulp van, kan ze verwijzen naar diëtisten en we kunnen ze verwijzen naar een fysiotherapie. Zo, we hebben er wat goed dat u meedoet met bewegen op recept. Ja, ja, ja. Ik dacht, er moet eindelijk eens een keer iets gebeuren. Ja, inderdaad. Nou, nu gaat u straks bewegen op recept. En daarnaast, bij een goede beweging is het natuurlijk ook goed eten belangrijk. Ja. Nou, naast de persoonlijke gesprekken organiseren we ook groepsbijeenkomsten voor bewegen op recept. Want we vinden het ook leuk om gewoon, bepaalde informatie is gewoon geld voor iedereen. Hè, dat hoeft niet alleen speciaal voor u, maar het is gewoon voor allemaal interessant. Dus we hebben daar informatieavonden over. Zoals u hebt begrepen mag u na de 12 weken begeleid sporten bij de fysiotherapeut doorstromen naar een van de sportarbeiders die aangesloten zijn bij hetzelfde project. Aan welke zou je dan denken? Hallo, dag. Ik had begrepen dat u voor de activiteiten. Ja, ja. We gaan binnenkort gaan starten met activiteiten, maar we hebben vandaag nog geen activiteiten. Oké. Okay. Dus ik kan u wel alvast een rondleiding van de zaal laten zien dat u voor de volgende keer weet waar jullie moet zijn. Ja, leuk. Goedemiddag meneer Heppener, daar zijn we weer. We gaan even met u de uitslag van uw conditietest en het onderzoek bij de fysiotherapie vorige week gaan we even bespreken. De marge moet zijn tussen, 70 en, tussen de 60 en 80 procent. Mensen die op dat percentage zitten mogen deelnemen in programma 2, zoals dat voor ons heet. Nou, u zit daar keurig tussenin met 68 procent. Het doel van het begeleidprogramma is natuurlijk wat u zelf ook graag wil om de conditie te verbeteren. Ja. En eigenlijk ook de knieklachten daarbij te verminderen. En daarnaast gaan we dan met u kijken van wat is het vervolgtraject wat bij u past en wat u graag zou willen doen. En daarvoor hebben we een aantal sportaanbieders hier in de regio die ook samenwerken met ons in het traject. En we hopen dat we u door kunnen laten stromen naar een van die sportaanbieders. Oké, fijn. Nou, ja? Dan gaan we daar aan beginnen. Oké, prima.